Leuk zeg, een cabrio. Die ziet er nog goed uit. Jazeker. Toch is dit bij Shell 21 jaar oud en heeft hij 260.000 kilometer op de teller. Maar wat denk je? Zal ik er nog even mee doorrijden? Of is het al tijd voor een nieuwe? Ja, waarom zou je hem inruilen? Die auto ziet er nog hartstikke mooi uit. Misschien heb je ook wel dat dilemma. Doorrijden of inruilen. Ja, wellicht zit er gezinsuitbreiding aan te komen en denk je erover om groter te gaan rijden. Maar ja, dat betekent ook hogere maandlasten, want meer brandstof en een hogere wegenbelasting. Bedenk dan wel welke auto daar het beste bij past. Nou, een auto op gas, op diesel of een elektrische auto is het voordeligst in gebruik. Maar met een EV zit je natuurlijk wel vast aan laadtijden. Nou, dan zul je natuurlijk eerst moeten weten wat jouw auto waard is. Dat doe je door te kijken op de ANWB koerslijst. Nou is de waarde van je auto natuurlijk niet in beton gegoten. Als inruiler levert hij waarschijnlijk minder op dan wanneer je hem op marktplaats zet. Maar in het laatste geval is dat wel een hoop gedoe. De ANWB Autokosten Tool geeft antwoord op al deze prangende vragen. En alleen zo kun je voor jouw situatie afwegen of het inruilen wordt of doorrijden.